U luistert naar De Witte Talks, een podcast van en voor leden van Sociëteit De Witte over bestuurlijke en politieke vraagstukken en ontwikkelingen in Nederland, Europa en de wereld. Welkom bij de eerste aflevering van podcast De Witte. Vanuit de Groene Zaal in Sociëteit De Witte kijken Casper van den Berg en ik met onze gast van vandaag uit over een zonnig plein. Wij zitten hier aan een vierkante tafel en als we hier naar buiten kijken, dan zien we dat de zon volop schijnt, ondanks dat de weerkundigen ervan uitgaan dat de herfst eigenlijk al begonnen is. Voor ons een mooi moment om vandaag onze eerste podcast hier op te gaan nemen. En voordat we het gaan hebben over het onderwerp van vandaag en onze eerste gast welkom gaan heten, introduceren wij ons eerst graag en vertellen waarom wij deze podcastserie gaan maken en wat u kunt verwachten. Casper, wij zullen de komende weken tot aan kerst deze podcast gaan maken, De Witte Talks. Wij doen dit uiteraard in nauwe samenwerking en overleg met de sociëteit. Kun jij iets vertellen over de totstandkoming van dit initiatief? Ja, het idee voor deze podcast is eigenlijk ontstaan binnen de Alexide Tocqueville-tafel, waar Wietse, jij en ik allebei lid van zijn. De Tocqueville-tafel is een hele levendige en actieve tafel binnen De Witte, met leden uit alle leeftijdsgroepen. Van twintigers tot tachtigers hebben wij in onze tafel. En met elkaar bespreken wij allerlei, naast dat we natuurlijk hele gezellige avonden hebben, ook allerlei maatschappelijke en politieke onderwerpen. Toen corona zijn intrede deed, konden we natuurlijk onze gewone activiteiten niet meer voortzetten en ook niet met grotere groepen bij elkaar komen. En eigenlijk in het midden van die lockdown ontstond het idee om met onze tafel toch te proberen om een bijdrage te leveren om het gesprek wat we normaal gesproken hier op de sociëteit of elders face-to-face met elkaar voeren, om dat misschien eens in een podcast te vatten en daarmee ook de bredere sociëteit daarbij te betrekken. Nou, en ondanks dat de sociëteit gelukkig nu haar deuren weer heeft geopend en we deze zomer natuurlijk ook op het paviljoen hebben kunnen zijn, weten we ook dat het college van bestuur van De Witte heeft aangegeven dat we er rekening mee moeten houden dat dit echt nog wel een jaar kan duren voordat het normale sociëteitsleven weer opgepakt kan worden. Met alle bijeenkomsten, borrels en feesten zoals we dat gewend zijn. Nou, voor ons is de sociëteit toch een hele belangrijke plek om bij elkaar te komen en het gesprek te voeren. En we weten dat dat voor veel mensen binnen onze tafel, maar ook buiten onze tafel, binnen De Witte, ook het geval is. En door nu dus deze wekelijkse podcast te maken tot kerst, hopen we dat de sociëteit ook in tijden waarin we voorzichtig moeten zijn om elkaar veel te zien, wel dicht bij elkaar kunnen blijven. En daarom bieden wij dit namens de Tocqueville-tafel aan De Witte. Nou, tijdens de wekelijkse De Witte Talks van zo'n 30 tot 45 minuten bespreken wij met een gast de onderwerpen die gaan over de bestuurlijke en politieke vraagstukken en ontwikkelingen die zich in Nederland afspelen, maar ook Europa en de wereld. Natuurlijk gaan we het ook hebben over de gevolgen, de consequenties van de coronacrisis. En elke week lichten we met een gast dus één specifiek onderwerp eruit. En vanuit de Tocqueville-tafel geredeneerd, Alexide Tocqueville is voor ons een inspiratiebron. Hij heeft veel geschreven in het midden van de 19e eeuw over zowel de zegeningen als de gevaren van de democratie. En zijn denkkader gebruiken we ook om die gesprekken te voeren. Maar we brengen het wel heel erg naar het hier en nu en de vraagstukken die nu in het maatschappelijk debat besproken worden. Hartstikke leuk. Voordat we zo meteen naar onze eerste gast gaan, wellicht goed om nog even kort iets over onszelf te vertellen. Hoe lang ben je al lid van de sociëteit en wat doe jij in het dagelijks leven? Ja, ik ben in 2012 hier lid van De Witte geworden. Ik heb in Utrecht gestudeerd, dus ik ben eigenlijk via de Utrechttafel hier erbij gekomen. En voelde mij meteen thuis binnen de sociëteit, ook bij een aantal andere tafels goed rondgekeken en ook wel een tijd geweest. Eigenlijk in 2013, 14 denk ik hebben Guy Abtan en ik het idee opgevat om de Tocqueville-tafel op te richten. En die is in een paar jaar tijd tot een hele mooie club ook uitgegroeid.
Dus dat is eigenlijk wat ik binnen De Witte doe. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben bestuurskundige en politicoloog van opleiding. Heb tot een jaar of 3 geleden aan de Universiteit Leiden gewerkt en toen de overstap naar het noorden gemaakt. En mijn onderzoek en mijn onderwijs die gaan eigenlijk deels over de politieke cultuur, politiek-ambtelijke verhoudingen, maar ook de laatste jaren steeds meer regionaal bestuur en de verhoudingen tussen meer centraal gelegen gebieden in Nederland en meer rurale gebieden in Nederland. En daarnaast ben ik lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Mooi. Ik ben zelf een jaar of 6 hier lid van de sociëteit. Toen ik met het gezin na een x-aantal jaar weer terug verhuisde naar Den Haag. Ik ben hier geboren getogen. Toen kwam ik jou tegen, toevallig hier op een bijeenkomst op de sociëteit. Toen zei je, zou het niet leuk zijn als jij aanschuift bij onze tafel? Dat is een aantal jaar geleden, dus een jaar of 6 geleden is dat gebeurd. Met zeer veel plezier. En ik heb jou ook opgevolgd als voorzitter van de Alexis de Tocqueville tafel. In het dagelijks leven ben ik al lang werkzaam in het communicatievak, ondanks dat ik jurist van huis uit ben. Ik heb bij de NS gewerkt, bij Akzo Nobel. En sinds een paar jaar ben ik zelfstandig ondernemer in het communicatievak. En ook geassocieerd met een communicatiebureau uit Amsterdam, dat heet Confident Partners. En mijn eerste werkervaring heb ik hier op en rondom het plein opgedaan in de Tweede Kamer en als politiek assistent. Dat denk ik even over ons. We gaan nu naar het onderwerp van vandaag, onze eerste De Witte Talk. We gaan het vandaag hebben over hoe de Europese Unie ervoor staat en welk effect de coronacrisis heeft op de Europese samenwerking. Casper, als we hier naar buiten kijken op het plein, dan zien we de Europese vlag wapperen. Maar hoe hangt deze er daadwerkelijk bij? Ja. Nou, sinds de uitbraak van corona is op het Europese vlak heel veel gebeurd. In de eerste weken kwam de natiestaat toch heel prominent naar voren in het hanteren en het bestrijden van de gezondheidscrisis. In elk land waren het de nationale leiders die hun bevolking toespraken, die maatregelen afkondigden, die een appel op de saamhorigheid deden, die met steunpakketten kwamen. En daarin leek er eigenlijk voor de Europese leiders in eerste instantie helemaal geen rol weggelegd. We keken allemaal naar Mark Rutte en Frans Timmermans leek eigenlijk niet eens een figurant in dat verhaal. Er ontstond een beetje een beeld van als het er echt op aankomt, dan gaat het om nationaal leiderschap. En toch bleek al gauw dat dat beeld bijgesteld moest worden. Toen er ook tussen de leiders van de lidstaten gesprekken op gang kwamen voor Europese steunpakketten en het ledigen van de hoogste noden in de landen die op dat moment het ergst door corona getroffen werden, namelijk Italië en Spanje. En zeker deze zomer zijn er natuurlijk grote stappen gemaakt in een gezamenlijke Europese aanpak van de economische crisis. En het ging niet alleen over het coronafonds, maar ook Europese belastingen en het delen van schulden tussen EU-lidstaten. Die fiscale unie en schuldendeling hingen natuurlijk al vele jaren boven de markt, maar daar is ook hevige weerstand tegen geweest, zeker ook vanuit Nederland. En nu is het er dan toch van gekomen. Deze gang van zaken levert een aantal interessante vragen op. In de eerste plaats, hoe zullen nationale zelfredzaamheid, globalisering en Europese samenwerking zich tijdens en na de coronacrisis tot elkaar verhouden? Ten tweede, wat zullen de gevolgen van de doorbraak in verdere EU-integratie zijn voor het binnenlandse politieke debat over Europa, ook naar de komende verkiezingen in maart toe? In de zomer was het stil, hoorde je de oppositie eigenlijk niet, en onlangs loodste Rutte de verregaande EU-voorstellen toch ook vrij gemakkelijk door de Tweede Kamer. En dat is vrij opmerkelijk als je bedenkt hoe stevig de discussie in Nederland dit voorjaar is geweest, zowel over de toon van Nederland in Europa als over de inhoudelijke koers van Europa. En ten derde, wat betekenen de gebeurtenissen van het afgelopen jaar voor de positie van Nederland in de EU? Welke rol wil Nederland spelen in een EU zonder de Britten? En hoe sterk is onze stem in het Europese concert? Het lijkt nu toch vooral alsof er ondanks Nederland heel wat stappen gezet worden. En de vraag is wat dat ons nou zou moeten zeggen over onze invloedspositie in de EU, maar ook hoe het verder zal gaan met het draagvlak voor Europese integratie in ons eigen land. Dank Casper. We gaan naar onze gast van vandaag. En onze gast heeft behoeft eigenlijk geen introductie, maar niettemin.
Op jonge leeftijd hoogleraar in Groningen, staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet Den L, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter van D66, minister van Landbouw in het kabinet Kok 2, minister van Economische Zaken in het kabinet Balkenende 2, lid van het Europees Parlement en hoogleraar internationaal en Europees recht en bestuur in Leiden. En dan vergeet ik vast nog het een en ander, maar ik denk dat onze gast van vandaag bovenal Europeaan in hart en nieren is. Laurens-Jan Brinkhorst, van harte welkom in deze De Witte Talks. We kijken hier naar buiten en zien het prachtige plein. Waar heb jij in je leven meer voetstappen gezet? Hier op het plein in Den Haag of in Brussel? Nou, ik heb eigenlijk drie soorten van voetstappen gezet. Ik heb 17 jaar in het academische gezeten, 17 jaar in Brussel en in Tokio trouwens, maar dat neem ik even mee. En 17 jaar in Den Haag. En ik schrik eigenlijk dat ik dus 51 jaar bezig ben geweest. Overigens, die vlag, er hangt een Nederlandse vlag in het Nederlandse parlement. Maar wij zijn het enige land waar we niet ook een Europese vlag hebben. En dat is in een beetje tekenend in het parlement. En dat is al tekenend een beetje voor de opmerking die Kasper zo net maakte. Mijn belangstelling voor Europa is, ik ben vlak voor de oorlog geboren. Ik heb dus die oorlog niet zo heel erg meegemaakt. Maar mijn moeder was erg Europees gericht en die zag de toekomst van, ook voor mij, in Europa. Dus ik heb heel snel Frans en Duits en Engels geleerd en ik heb zelfs na de oorlog al vrij snel daarna ook in die landen gelogeerd en gewoond. Dus voor mij was het een evidente keuze om een Europese carrière te volgen. Zo heel jong ben jij met Europa in aanraking gekomen en met de taal en de rijkdom. Ik was waarschijnlijk een volgzaam jongetje, ik weet het niet. Nou Jan, als je nu terugblikt op de afgelopen coronamaanden, wat is dan je analyse over Europa? Was het ieder voor zich? Heeft Europa zich versterkt in jouw ogen of juist verzwakt? Kortom, hoe staat Europa ervoor? Nou, dat is een hele serie van vragen tegelijkertijd. Ik denk als eerste moet je zeggen dat die coronacrisis toch een uitdaging met historische proporties is geweest. Niet alleen Europees, maar ook wereldwijd. En dat was dus een dubbele uitdaging. Hoe kunnen we op het punt van de volksgezondheid van de burgers de gezondheid redden? En tegelijkertijd voorkomen dat als gevolg van alle mogelijke soorten van maatregelen de economie in elkaar zou storten. En we komen dan inderdaad met een drietal, wat ik vind, fundamentele paradoxen. De ene paradox is dat het zeker een negatief effect heeft gehad op de globalisering. Overigens, die deglobalisering was al een tijd aan de gang met Trump. De weigering van handelsakkoorden bijvoorbeeld tot stand te brengen. Ook zijn afstand nemen tot Europa. Maar tegelijkertijd heeft het de Europese samenwerking versterkt, omdat in die toch steeds harder wordende wereld om ons heen Europa alleen als samenhang enige kansen heeft om te overleven, ook om onze waarden tot uiting te brengen. De tweede paradox is, ook daar heeft Kasper al iets over gezegd, dat de democratie was in eerste instantie in de wachtkamer gezet. De regering deed alles, het parlement zei heel weinig. Maar nu de economische gevolgen komen, is het evident dat de verdeeldheid politiek sterker wordt en dat dus ook geen eenheid meer bestaat over de maatregelen die op het punt van de volksgezondheid moeten worden genomen. En de derde paradox is dat iedereen kijkt niet alleen naar deze crisis, maar ook naar vorige crisis. De crisis over terrorisme met 9-11, de financiële crisis in 2008 en ook de vluchtelingencrisis in 2015, die hebben allemaal problemen opgeleverd. Maar heel weinig echte oplossingen. En ik denk dat, en dan grijp ik vooruit op de discussie van zometeen, dat deze crisis ook inderdaad de Europese dimensie sterk gemotiveerd en ook versterkt heeft. Mm-hmm. En misschien om op die laatste paradox dan even in te haken. Hè? Jij als geen ander kan vele decennia van Europese integratie overzien. Wie zich verdiept in die geschiedenis van Europese integratie, die ziet ook meteen dat dat integratieproces geen lineair proces is. Het is niet geleidelijk gegaan, maar het is met horten en stoten gegaan. Lange tijd van stagnatie en dan was er weer een doorbraak. En is het nou zo dat een crisis zoals we die nu meemaken, is dat noodzakelijk om verdere stappen in Europese integratie te kijken? Interessante opmerking die je inderdaad net maakte is dat
andere relatief recente crisis, zoals de economische crisis rondom de euro enzovoort, en ook de migratiecrisis van 2015, die hebben grote problemen aan het licht gebracht, maar die zorgden niet voor een doorbraak. En nu lijkt dat wel te gebeuren. Hoe zie jij dat? Is een crisis een noodzakelijke voorwaarde of leiden ook, of kan het ook zonder? En hoe komt het dat sommige crises niet tot doorbraken leiden? Nou, je kunt zeggen, in het algemeen is het zo dat de staten het liefst zelfstandig willen blijven. Soevereiniteit nationaal is min of meer in de genen van iedereen geboren. Maar na de oorlog heeft Europese integratie, ik gebruik dat woord liever dan samenwerking, alleen dat is wat neutraler, een enorme impuls gekregen, omdat die generatie, daar hoor ik ook voor een deel bij, zei nooit meer oorlog. En dus die reactie was, laten we heel concreet samenwerken. Het begon met kolen en staal en later op de hele economie. Want we zijn zo van elkaar afhankelijk. Dat is de garantie dat Frankrijk en Duitsland, de twee grote antagonisten, niet meer met elkaar oorlog voeren. Maar het is inderdaad zo dat pas als er een nieuwe crisis is, ik denk bijvoorbeeld aan 1989, de val van de Berlijnse muur, het verdwijnen van de Sovjet-Unie, die heeft geleid tot de EMU, 2009, Lissabon, toen duidelijk werd dat niet alleen de G7, dus de zeven rijkste landen, maar ook de G20, dat zijn de ontwikkelingslanden, een nieuwe rol gingen spelen en dus ook Europa erop moest reageren. Dat zijn allemaal momenten geweest waarop nieuwe verdragen kwamen en ook een nieuwe onderhandeling kwam. En ik denk dat 2020 in retrospect altijd gezien zal worden als een beslissend jaar in de jaren van de 21ste eeuw, waarin die juist wereldwijde veranderingen ook Europa dwingen tot een andere positie. Dus ik ben het met die lijn als zodanig eens, maar er komt nu bij dat we altijd hebben gedacht aan Europa als een economisch project. En door deze ontwikkeling, ook de veiligheidsontwikkeling om Europa heen, is Europa een politiek project geworden. En ik denk dat met name grote landen daar ook een beter oog voor hebben dan kleine landen. Want die grote landen, Frankrijk en Duitsland om te beginnen, ja, die spelen toch een grotere rol op wereldwijd en hebben ook het gevoel dat ze een verantwoordelijkheid hebben. En een land als Nederland heeft in het verleden altijd erg actief in meegedaan, maar begint zich nu echt als een klein, en wat mij betreft soms een beetje een zelfgenoegzaam land te gedragen, waardoor onze rol verminderd is. Maar daar kunnen we straks misschien meer over zeggen. Ja, zeker. De recente stap van de Europese landen om met elkaar een herstelfonds in het leven te roepen, is dat volgens jou een moment waarvan je kan zeggen, daar blijkt weer een nieuwe stap in de integratie uit? Is dat een belangrijk moment wat jou betreft? Ja, dat zeker. Maar het is niet los te zien van de discussie over vluchtelingen of de veiligheidsdiscussie, wat er in Wit-Rusland gebeurt. Het is ook niet los te zien van de mensenrechten en rechtsstaatdiscussie. Het is als het ware een moment dat duidelijk maakt dat of we reageren en we werken samen, of we doen dat niet en dan vallen we weg. En dat moment is gesterkt, denk ik, doordat die coronacrisis, ik heb dat al eerder gezegd, een fundamentele impact op arm en rijk heeft in alle landen. En als Europa niet zou reageren, ja, dan staan we er alleen voor. Maar dan zijn dus landen als China en Amerika de factoren die dus in de toekomst het patroon gaan bepalen. Dus ik denk dat inderdaad dat herstelfonds een economische uiting was van een politiek proces. Ja, als we daar eens op inzoomen op wat daar nu besproken is en ook de weg ernaartoe. En medio juli besloten de regeringsleiders tijdens die marathontop tot dat herstelfonds, 750 miljard euro voor de meest door corona getroffen landen. Het geld daarvoor zal door de Europese Commissie worden geleend op de kapitaalmarkt. Premier Rutte bezwoer na afloop van die marathon dat het fonds eenmalig zal zijn. En ook beperkt in de tijd, namelijk 6 jaar. En tegelijkertijd zijn er ook analisten en economen die stellen dat de economische situatie in bijvoorbeeld Italië en ook Griekenland zo beroerd is dat deze landen ook na deze 6 jaar niet op eigen benen kunnen staan. Dus de vraag die zich dan opdoemt is, ja, is dit een goede maatregel? Kunnen we dit nou zien als echt een volgende stap in de integratie? Of is dit eigenlijk toch een beetje een tijdelijke maatregel, misschien een pleister om in ieder geval die eerste nood van deze landen te verzachten? Ja, overigens, dit herstelfonds is niet zozeer erop gericht om in eerste instantie de economieën te versterken, maar om te verhinderen dat als
de volksgezondheid na de coronacrisis voorbij is, dat er dan nieuwe schulden ontstaan. En vandaar dat er dus ook de nadruk ligt op leningen, niet zozeer op leningen, maar op subsidies. Maar in de kern was het antwoord van Rutte natuurlijk erg politiek. Hij heeft geweigerd de afgelopen jaren een positieve houding in te nemen. En daardoor moet hij dit proces nu minimaliseren. Maar wat mij betreft is er inderdaad een belangrijke doorbraak. Omdat het niet alleen maar gaat om dit herstelfonds nu. Maar zoals je al even zei, het gaat ook om nieuwe eigen middelen voor de toekomst. Het gaat ook over veiligheidsbeleid. Allemaal dingen die ook besloten zijn in de top van eind juli, 17 tot 21 juli. En daardoor denk ik dat het misleidend is om te suggereren dat het alleen maar beperkt is. Het is een veel fundamentelere beslissing. En dat wordt ook de meeste landen buiten Nederland zo gezien. En vandaar dat in Nederland het debat ook ongemakkelijk is. Want Rutte had kunnen zeggen, eindelijk is dat gebeurd wat we 50 jaar geleden wilden. Maar hij zegt dat niet, omdat Nederland ondertussen veranderd is. Ja, en hoe schat je dan de kans in van misschien nog een volgende stap, namelijk een permanent herstelfonds? En als je... Het is te vroeg om dat te zeggen. Ik hoop alleen dat een volgend Nederlands kabinet niet zo terughoudend is en zo weer weerstand wil bieden. Want de rol van Nederland is onverbrekelijk verbonden met Europa. Dat durven we niet te zeggen. Maar landen als Duitsland, als Frankrijk, maar ook Spanje, Italië, Polen, die hele verschillende visies hebben, zijn het daarover eens. En wij kunnen met onze 17 miljoen niet tegen 500 miljoen mensen zeggen, wij hebben gelijk en jullie hebben geen gelijk. Dus ik betreur dat. Maar ik denk dat we inderdaad een nieuw proces ingaan. En gelukkig dat we nu binnenkort verkiezingen krijgen. Ik hoop dat Europa een veel actievere rol gaat spelen in deze campagne. Want dat hebben we nooit gehad. En wat mij betreft is Nederland dus achtergebleven in het politieke debat intern. En dat leidt ertoe dat politieke partijen als PVV, een Vorm voor Democratie aan de ene kant en de SP aan de andere kant, wegkomen met vrijblijvende verhalen tegen de Europese samenwerking. Maar als je zegt, Nederland is maar een klein land, met 17 miljoen inwoners kun je niet daartegen ingaan. Dan lopen, jij spreekt de wens uit, een volgend kabinet zou wat minder weerstand moeten bieden. In Elsevier's weekblad oppert Adriaan Schout dat Nederland ook een andere weg op zou kunnen gaan, namelijk die van opt-outs. Als je zegt van je kan geen weerstand bieden, dan moet je maar een stap terug doen. Hoe kijk je daar tegenaan? Het hangt in het algemeen. Nederland is niet een heel groot land, maar Nederland heeft in het verleden altijd een hele actieve bijdrage gegeven om tegelijkertijd de nationale identiteit te versterken, maar ook dat Europese perspectief te zien. We zijn nu in een situatie dat we geen solidariteit meer tonen. Dat bleek bij het besluit over de vrekkige vier, over die begroting. Maar dat we alleen maar kijken naar wat kost het. Maar de opbrengst van Europa, het feit dat wij eigenlijk Europa, dankzij Europa, rijker zijn, dat verhaal wordt nooit verteld. Dus er is zeker lafheid in de Nederlandse politiek om niet te durven zeggen wat de werkelijkheid is. En tegen die achtergrond zou ik het ook zeer betreuren als we de weg opgaan van opt-out. Want een opt-out betekent dat je niet meer gebonden bent aan het hele Europese proces, maar dat je als het ware krenten eruit pikt. We zien het aan Denemarken, een land dat wat kleiner is dan onze. Denemarken is geen lid van de euro, maar de Deense kroon moet zich eigenlijk altijd aanpassen aan alles wat er in Europees verband beslist. Dus het is een soort van quasi-soevereiniteit. Het is geen echte soevereiniteit. En het grootste land dat als het ware daarvoor gevallen is, Engeland, ervaart nu de negatieve consequenties van. Ja. Je gaf net al zelf al even aan, maar heeft vrij vertaald zorgen te maken ook over het geringe debat eigenlijk en de toon in Nederland over Europa. Recent gaf de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, zich ook aan zorgen te maken. Best eigenlijk grote zorgen zelfs, over de Europese Unie, ook over de euro en over het draagvlak voor de Europese samenwerking. En hij deed dit in die prestigieuze HJ schoollezing. Verraste het je dat juist Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, zich zo openlijk uitspreekt voor Europa? Zeker omdat hij in het verleden zich ook geregeld heeft uitgesproken kritisch over het ECB-beleid bijvoorbeeld. En daarbij ook inzoet op de nadelen voor de Nederlandse spaarder en de Nederlandse pensioenfondsen. Was dit,
steun uit onverwachte hoek? Nou ja, in zekere zin wel. Mijn algemene commentaar is, ik ben blij dat hij in de afgelopen jaren heeft bijgeleerd. Want de rol van de president van de Centrale Bank is natuurlijk het bewaken van de gulden en nu de euro. En te zorgen dat er dus niet te veel schulden komen. Dus dat is een klassieke rol. Maar onder zijn woorden ligt het feit dat hij inziet dat Europa niet alleen een economisch project is, ik heb dat net al gezegd, maar een politiek project. Dus in die zin hoop ik dat ook premier Rutte de komende tijd gaat bijleren. Want hij vertelt in Brussel, hij vertelt in Berlijn, hij vertelt in Parijs prachtige Europese verhalen. Maar als het erop neerkomt, zegt hij in Nederland eigenlijk datgene wat vooral het PVV wil horen. Maar je zult de PVV nooit overtuigen. Ja, je zult de vorm van democratie niet overtuigen. Dus de rol, vind ik, van een premier is om te luisteren. Niet alleen wat er hier in Nederland door de extreme partijen wordt gezegd, maar wat toch heel duidelijk een breder gevoel is. Europa is net zozeer nodig als Nederland. Dat wordt wel gezegd in Frankrijk, dat wordt wel gezegd in Duitsland. In Nederland horen we alleen maar wat de kosten zijn. En vandaar dat ik me nogal geërgerd heb aan de vrekkige vier. Want de Hoekstra had natuurlijk moeten luisteren als Rutte had gezegd, nee, dat moet je niet zo doen. Want die vrekkige vier heeft uiteindelijk niet het pleit gewonnen. Is die toon wat jou betreft veranderd de afgelopen jaren? Van een pro-Europese toon wellicht naar een ja, toch hele kritische toon over Europa? Nou, ja, het is duidelijk dat we nu gezien worden als een soort van buitenboordmotor. En we zijn altijd als een van de zes leidinggevend geweest aan het hele proces. Maar dat is al een aantal jaren geleden. Maar het zit hem niet alleen maar in de toon. Het zit hem ook in de perceptie dat Nederland alleen maar ons wat kost. Dat Europa ons alleen maar wat kost. Het begrip solidariteit staat in het ING-verdrag, maar dat lijken we vergeten te hebben. Maar als je naar het eigen belang kijkt van Nederland, en daarom hebben we uiteindelijk ja gezegd, we zijn zowel een dominee als een koopman. En we weten dat de koopman in Nederland altijd wint. Vandaar dat die beslissing gisteren een hele logische was, of eergisteren. Want uiteindelijk weet iedereen heel goed aan welke kant zijn boterham gesmeerd is. Maar de dominee die preekt aan de anderen en niet datgene dat zelf doet om die solidariteit tot uiting te brengen, ja, die is niet erg geloofwaardig. Dat is naar mijn goede kern. En daarom hoop ik dat de politiek de komende tijd actiever standpunten zal innemen. En als je dus pleit voor een opt-out, dan pleit je eigenlijk voor een tweederangspositie. Knaas Knot maakt daar nog wel een interessante opmerking over. Ook over dat draagvlak en dat bredere verhaal. Dat je niet alleen over de kosten het moet hebben in Europees verband. Hij zegt eigenlijk dat hij denkt dat het draagvlak voor de EU in Nederland onder druk staat. Omdat de baten vooral bij het bedrijfsleven terechtkomen. En de EU is volgens veel werknemers eigenlijk meer een ondernemersfeestje. Dat is wat hij zegt. Ja, dat vind ik een wat algemeen geformuleerd. Het is zeker wel zo. Met name in een tijd van crisis, arme mensen meer nadelen hebben dan rijke mensen. Vandaar dat ik ook een hartstochtelijk pleitbezorger ervan ben. Dat we een scherper sociaal beleid moeten gaan voeren. Maar het gaat wel te ver om te zeggen dat alleen maar het bedrijfsleven ervan genoten heeft. Dat is niet zo. En dat geeft een nieuw argument aan de SP en aan het Forum voor Democratie en het BVV. Om te zeggen, zie je wel. Maar dat is niet zo. Maar hij had denk ik iets meer moeten zeggen. Er zit onevenwichtigheid in, omdat natuurlijk dat economische project allereerst gaat over vrij verkeer over de grenzen heen. En het bedrijfsleven heeft daar natuurlijk heel veel baat bij. Maar het is een veel breder iets. Vraag maar aan studenten hoe ze willen. Ze willen graag over de grenzen heen studeren. Vraag maar aan mensen die gepensioneerd zijn. Die gaan ook graag naar Zuid-Europa om daar te wonen. Kortom, het is een veel breder proces. Maar in de kern is het zo dat we langzamerhand als Europa er alleen voor staan. En we de keuze moeten hebben, willen we dat ons maatschappijbeeld, onze waardepatronen, dat die overeind blijven? Of zijn we afhankelijk van een autocratisch China of een autocratisch Amerika als meneer Trump gaat winnen? En die vraag, dat is een politieke vraag, dat is geen puur economische vraag. Nee. Als we dan even doorgaan op die politieke kant van de Europese Unie en we kijken naar ook weer de afgelopen periode, dan zie je dat Nederland en Duitsland inhoudelijk van mening verschillen. Althans, zo lijkt het. Merkel kiest wel de weg van een sterker Europa, in ieder geval openlijk, in tegenstelling tot Nederland. Hoe zie jij de rol van Duitsland in Europa en verschilt die van de positie van Nederland als je kijkt naar hoe zij politiek kijken naar Europa? Nou, kijk, ik denk dat op economisch monetair gebied de onderscheiden tussen Nederland en Duitsland niet groot zijn.
Maar waar wij ons op verkeken hebben, is dat het politieke element in Duitsland natuurlijk als grootste land van Europa een veel grotere rol speelt. Daar is de discussie ook aan de gang. Willen we naar een Duits Europa of naar een Europees Duitsland? Merkel, Scholz, de huidige leider van de SPD, hebben altijd gepleit voor een Europees Duitsland. En wat houdt dat in? En een Europees Duitsland houdt in een Duitsland dat in Europese instellingen is ingepakt en niet als wij de leider is, zoals onder de tijd van Hitler of in de Eerste Wereldoorlog. En die ervaring, ik vind dat Duitsland het land is dat het meest van zijn geschiedenis geleerd heeft, leidt ertoe dat op dit ogenblik niet alleen maar Merkel, maar ook Olaf Scholz, ook de Groenen, heel duidelijk voor een sterke geopolitieke rol van Europa pleit. En als je luistert naar wat het presidentschap wil doen, dan willen ze op alle heikele terreinen, bij de economisch-monetaire unie, sterker naar een fiscale unie, op het punt van het vluchtelingenbeleid, naar een meer Europees vluchtelingenbeleid, op het terrein van de buitenlandse politiek, eindelijk ook meer defensie. Kortom, allemaal elementen die horen bij een land dat verantwoordelijkheid neemt. En het lijkt alsof Nederland een zekere abdicatie heeft, een zekere terugtrek heeft, omdat we, ja, als het ware de grote boer Engeland missen en natuurlijk altijd erg Atlantisch gericht waren. Maar zowel in Engeland als in Amerika zijn leiders aan het bewind die het voor het populisme van Nederland niet onderdoen. En daar zie je de gevolgen. Als wij te veel onze oren daarna laten hangen, dan gaan we die kant op. Het argument wat je vaak hoort is dat in de tijd dat Engeland nog bij de EU zat, Nederland zich met zijn mild kritische houding een beetje kon verschuilen achter die grote broer. Nu zijn de Britten eruit. Dan zou je kunnen zeggen van dan komt het vervullen van die rol op Nederland neer. Maar kan Nederland dat wel? En wat betekent dat voor de houding van Nederland en ook het andere succes wat Nederland in de EU kan hebben? Nou, om te beginnen, ik hoop dat we daarover eens zijn, heeft Nederland economisch enorm baat gehad bij de Europese Unie. In de tweede plaats, we zijn inderdaad dus kleiner, maar omdat zowel in Engeland als in Amerika de panelen verschuiven, moeten we ook onze eigen visie herijken. We proberen ons nu op te stellen aan de rechterkant van Duitsland, als het ware de conservatieve krachten in Duitsland, Schäuble onder andere, de CSU in Beieren, om die te versterken. Maar verkijken ons erop dat Duitsland als geheel, daar hebben we het net over gehad, die wat bredere keuze heeft, verstandiger zou zijn om met behoud van onze interessante en eigen opmerkingen tussen Frankrijk en Duitsland te gaan instaan. Dat hebben we in het verleden wel gedaan. En te proberen de wat etatistische, staatsgerichte kant van Frankrijk wat af te zwakken. En Duitsland te helpen om te zorgen zijn rol als een Europees Duitsland te versterken. Maar dat doen we niet. We proberen een alternatief gezelschap van tweederangslanden, laten we zeggen Denemarken, Zweden, die niet eens lid van de euro zijn, geen van tweeën, en Oostenrijk erbij te halen. Maar dat is mislukt, want die gaan uiteindelijk zeggen, ons eigen belang ligt net zoals Nederland in een sterke Europese Unie. Ja, jij kent Europa goed, jij weet hoe het daar gaat. Denk je, want dat wordt natuurlijk wel eens geschreven, dat Nederland schade heeft opgelopen door deze opstelling? Wat mij betreft vrees ik wel, maar dat is niet alleen maar van nu. Dat dateert eigenlijk al vanaf het moment dat we over het Europese referendum over de grondwet nee zeiden. Dan wordt er gezegd, ja, maar Frankrijk zei ook nee. Dat is waar, maar Frankrijk wilde meer Europa. En het blijkt dat dus toen Sarkozy verkozen werd in 2007, hij meteen met Merkel om de tafel is gaan zitten. Dat is de basis van Lissabon geweest. Nederland heeft gezegd, bij monden van meneer Balkenende, de grondwet is dood. Heel eerlijk gezegd, ik heb het hem ook persoonlijk wel eens gezegd. Ik erger het me aan dat in 2004 in oktober we in Rome zeiden, wij hebben gezorgd dat de grondwet er komt. En toen het referendum er was geweest, hij zei, de grondwet is dood, we hebben er niks mee te maken, laten we minder Europa doen. Daar is het misgegaan. En in volgende kabinetten hebben we dat altijd zo'n beetje gesteund. Ik wil zeggen, D66 heeft altijd een sterke Europese lijn gevolgd. Maar je moet dus andere partijen die diezelfde visie hebben aanmoedigen om als politiek weerstand te bieden tegen notoire onzin over Europa. Ja.
de komende verkiezingen staan voor de deur, hè, in maart 2021. Wat zou jij belangrijk vinden wat terug moet komen in de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen? Nou, ik zou het belangrijkste vinden, ik ga me niet partijpolitiek uiten, dat we de realiteit onderkennen. Maar dat zijn de middenpartijen, variërend vanaf Partij van Arbeid, GroenLinks, D66 tot CDA, VVD. Ja, nu ook wel een beetje de ChristenUnie erbij. Dat Europa een nationaal eigenbelang is. En dat we het moeten democratiseren, dat we het moeten versterken. Maar dat dat tegelijkertijd betekent een versterking van de nationale politiek. En het is merkwaardig dat we niet inzien dat nationale soevereiniteit en Europese soevereiniteit geen tegenstellingen zijn, maar eigenlijk in elkaars verlengde liggen. Op bepaalde gebieden, of het nou gaat over klimaatverandering, over terrorismebestrijding, over de grenzen van Europa, is een nationaal land te klein. We moeten erkennen dat uitoefenen van soevereiniteit betekent dat we aan het Europese proces meewerken, omdat we daarmee een sterkere positie ook nationaal gaan krijgen. Langs aan deze podcast, De Witte Talks, is een podcast voor en door de witte leden. We zijn eigenlijk wel benieuwd, hoe lang ben jij zelf hier al lid op De Witte? En wat, Nou, ik ben lid geworden, we hadden het over die 3 keer 17 jaar. Ik ben lid geworden toen ik weer terugkwam in de Nederlandse politiek in 1999. En toen ben ik lid geworden. En toen zei ze, wat erg leuk, u bent de enige minister die nu lid is. Vroeger waren alle ministers lid. Ik zei, ja, de wereld is veranderd. Maar dus in die 20 jaar dat ik nu lid ben. Ja, dat is ook een van de redenen dat ik de Tocqueville-tafel een fantastisch leuke tafel vind. Is er ook een verband tussen oud en jong. Als wij niet in één tafel zouden zitten, dan zouden we niet met elkaar uit contact hebben gekregen. Maar ik vind het ontzettend belangrijk. Ik leer iedere dag van jullie. En jullie hebben weer een stuk ervaring aan mij meegenomen. Dus ik ben erg blij dat Tocqueville-tafel iets kan terugdoen aan De Witte. Als ons gezamenlijk lidmaatschap van een hele interessante club. Hartstikke mooi. We zijn hiermee met deze mooie woorden aan het eind gekomen van deze eerste De Witte Talks. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Sociëteit De Witte en aangeboden door de Alexis de Tocqueville-tafel. Volgende week zijn wij er weer en dan staat het onderwerp een nieuwe sociale kwestie: in wat voor land willen wij werken? Centraal. Onze gast is dan Hans Borslap, voorzitter van de commissie die in januari een alarmerend rapport uitbracht over de arbeidsmarkt. Vanuit de Groene Zaal bedank ik onze gast Laurens-Jan Brinkhorst voor het gesprek. Casper, wij spreken elkaar bij de tweede Witte Talk. Veel dank voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.